Hoe verging het Nederlands Hoge Kringen dit jaar? Wie moest het veld ruimen en wie zijn de nieuwe sterren aan het Society Firmament? Nieuwe en oude gezichten, schaterlach en schaamrood. Niets wordt u bespaard door Gert-Jan Dreuge in zijn hoogst persoonlijke jaaroverzicht. In 1998, dames en heren, was een jaar met een gouden randje. Het was een jaar waar wij Nederlanders trots op mogen zijn. Want, rekent u maar even mee. We kregen een zetel in de Veiligheidsraad. We behaalden goud in Nagano. Ons land stond 3 keer onder water. En toch vond ons poldermodel overal navolging. We hadden een koninklijk jubileum. Een prinselijk huwelijk. En een nieuwe astronaut. En we hadden Barney. Barney maakte begin januari al duidelijk dat de wereld rekening diende te houden met Nederland. En zo werden we wereldkampioen flipperen, wereldkampioen country dansen, wereldkampioen stratego en kampioen steppen. We haalden een Guinness Book of Records met domino stenen omgooien. In Barcelona werd de Johan Cruijff Universiteit geopend en er eentje Ritsma werd gekloond. Ja, wel aardig. Het lijkt toch heel erg. En ja, details ook. Ze hebben vreselijk goed hun best gedaan, maar ook absoluut mijn complimenten. Niet alleen op sportief gebied liepen we voorop. Nederland werd in januari ook weer ouderwets voortrekkersland door de invoering van het homohuwelijk. Morgen ben ik de Vooral voor artiesten die er een beetje uitlagen, was het homohuwelijk een goede gelegenheid om zichzelf weer eens in de schijnwerpers te plaatsen. Homo's hebben nu ook recht op een burgerlijk huwelijk. Nou kijk, de ene dag kookt Ronnie, de andere dag kookt ik. En we doen samen de was, hij strijkt, ik was en hij strijkt. Het was dus al meteen feest begin dit jaar. En helemaal toen de koningin besloot haar 60ste verjaardag in besloten kring te vieren. Op uitdrukkelijk verzoek van Beatrix komt het volk er deze keer niet aan te pas. Dat roept vooral in Amsterdam irritatie op. Zij heeft ieder contact met gewone mensen verloren. En dat is ook eigen aan die instelling. Maar ja, het is een reuze hinder voor de stad. En we hebben al genoeg provincialen in de stad die ons lastigvallen. En wij hebben betalen voor die feestjes. Hè? De bloemenhulde die Majesteit kreeg aangeboden was dan ook wat aan de magere kant. Maar gelukkig maakte de gasten veel goed. Majesteit straalde. Het absolute hoogtepunt van de verjaardagsviering betrof evenwel niet Majesteit aan haar vrienden, maar was de aankomst ten paleize van Assepoester. Onder de genodigden bevond zich gisteravond tijdens het diner en galabal ook Emily Bremers, vriendin van kroonprins Willem-Alexander. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bevestigd. Ze zou wel in een andere zaal hebben aangezeten aan het diner en ze zou niet met de kroonprins hebben gedanst. En om 12:00 zou ze vertrokken zijn in een pompoen. Heel Nederland begon te gissen. Zou het dan toch waar zijn? Hebben de bladen dan toch gelijk? Heeft onze kroonprins dan toch een verloofde aan zijn koninklijke haak geslagen? De Emilie-manie begon. Kijk, dit zijn dan de t-shirts van ons promotieteam eigenlijk. Er staat ook Emily hoopt aan Nederland. We gaan met het team van ongeveer 50 mensen met een hele bus door het land heen trekken. Dat is het. Niet alleen Beatrix werd 60, ook Margriet werd 60. En ook dat werd uitgebreid gevierd. Het geliefde damesblad liet zien hoe Nederland door de jaren heen veranderd is. Uw man bedriegt, mishandelt en verwaarloost u en de kinderen.
U kunt het beste zwijgen als u zo in uw vrouwelijke waardigheid wordt aangetast. In 1962 schrijft de rubriek over een man van midden 40 die verliefd is op een meisje van 18. Blijf hem liefhebben, toon begrip en geduld. Beschouw het als een tijdelijke afdwaling. Stel geen eisen. In 1977 is het tij gekeerd. Een man die drinkt en mishandelt, wordt niet geaccepteerd. Het wordt tijd dat u uw mond opendoet en tot actie overgaat. Dit is geen leven. Uw huwelijk is mensonwaardig. En zo zit menig man thans onder de plak bij zijn vrouw. De apotheose van Margriet's verjaardag was een feestelijk samenzijn van 60.000 permanentjes in de arena. Compleet met blinde zangers, Yvonnie, een goed doel en natuurlijk Margriet. Feest was het ook bij D66. Fractievoorzitter Gerrit-Jan Wolfersberger vertrok naar de NOS. Zo niet erop met die kutcamera's. En dit is meneer Jan Maat. Ook blij dat hij uit de politiek is. Camera's maken vaak meer kapot dan je lief is. Zo voelde Henny Huisman zich gekwetst, omdat zijn kinderprogramma door de VPRO in een kwaad daglicht werd gesteld. Ze dansen heel lekker, vind je niet? Ja, geloof ik. Ja. Heb je al een vriendje? Als goedmakertje kreeg Henny een lintje. Ook vrouwelijk Nederland ging heel gelukkig de lente in. Een oude droom van Dolomina werd werkelijkheid. Nou, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. Want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus altijd betalen. En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt. Man en vrouw zijn nu gelijk. Het wachten is op de eerste vrouwelijke wildplasser. Nederland is niet alleen goed in damestoiletten, ook op het ijs staan wij ons mannetje. Dat bleek bij winterspelen in Nagano. Na de klapschaats kwamen we dit jaar met de uitvinding van het flitspak. Menig concurrent viel om van de schrik. Niels gaat onderlangs, maar kan die bocht niet houden. En Wennemars, ook Wennemars gaat mee. Niels, de man die zo vaak valt. En Wennemars is geblesseerd en zwaar geblesseerd. De uitschakeling van Erwin Wennemars was een gevoelige klap voor onze nationale schaatsploeg. Maar gelukkig viel er in Nagano toch heel veel te vieren. Nederland kreeg een extra IOC-lid toegewezen. Waar ik zat op dat moment is in mijn werkkamer in mijn huis aan Noordeinde. Naast de stoel van verbazing, dat kan ik u wel zeggen. De verkiezing van onze kroonprins ging niet zonder slag. Ik laat me door niemand beledigen. Of stoot. Onder de gordel. Maar de kroonprins deerde het niet. Want er was een nieuw koninginnetje op het ijs verschenen. Het wordt een nieuw Olympisch record, het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch, een wereldrecord! Wat een gek kind zeg, wat ging die gek weg, wat een prachtig tafereel. Beladen met goud kwamen onze schaatsers thuis. Nederland spreekt een woordje mee in het buitenland. En de Oscar goes to the Netherlands for character. You know, I'm a romantic at heart. It's a really a big dream, a boy's dream come true. Absolutely. Ja, wij Nederlanders spreken een aardig woordje over de grens. Bana recuperase los mejores jugadores de sus lesiones. Bana recuperase los mejores jugadores de sus lesiones. Op voetbalgebied viel er veel te genieten dit jaar. Zo deden de eerste voetballers hun intrede in de wereld van de soap. Ik heb gehoord dat jij ook een aardig potje kan voetballen. Ja, vergeleken met jullie. Ik wou ook dat ik zo ver was, man. Ja, tuurlijk. Vroeger kon het mij ook niet snel genoeg gaan. Waarna twee andere bekende voetballers hun eigen soap begonnen. Goede tijden, slechte tijden. Frank en Ronald in de knel. Moeten zij zo vreselijk lijden? Ja, het leven is een hel. Dat geeft mij weer aan het gevoel. Ja. Van ja, wat moet je dan verder? Tegen je zin in? Er was maar één ding populairder dan zo, en dat was de Titanic. Wat hebben we genoten van die ramp. Vooral toen bleek dat Nederland zijn eigen Titanic had.
in de vorm van RTL 4. De nieuwe kapitein bleek de hele bemanning ontslagen te hebben. En dit was de Leonardo DiCaprio van de Nederlandse tv. Bart de Graaf maakte op kosten van Veronica zijn programma BNN tot een groot succes, waarna hij verhuisde naar Nederland 2 en meteen voor een schandaal zorgde. Argeloze peuters kregen 's middags plotsklaps teringtubbies in plaats van teletubbies voorgeschoteld, ouders verontrust, gezagsdragers in de boom. En de kijkcijfers waren nog nooit zo hoog geweest op Nederland 2. Tering! Veronica sloeg terug. Met seks. Een avondje Veronica ziet er zo uit. Eerst een serie met lol om homo's. Dan een quiz van dubbelzinnigheden. Een serie over een bordeel. Een realityprogramma met bloed. Doe het zelf porno. Waarna afgesloten wordt met hits en tits. Ook met 500 gulden. Veronica is een omroep die zich richt op de jeugd. Ook 500. En op voorzitter van de Rijden. Ja. Leven de Viagra, hij is beter dan die pil. Want de sigaren kent hem weer. Een pil voor u, meneertje. Probeer maar een keertje. Voor jong uw oude heertje, meneertje. We gaan niet te snel starten, u krijgt de tabuwak. In april dreigden we even de controle over het jaar te verliezen. Arafat bezocht het Anne Frankhuis en meteen waren er 5 bladzijden kwijt uit een dagboek. Tot overmaat van ramp stopte Jomanda ook nog met instralen. Ze was opgebrand. Maar gelukkig kwam er zalig nieuws uit het zuiden. U bent van de NOS. Ik ben zuster Catharina. Na veel gelobby van Limburg werd de Duits-Joods-Limburgse non Edith Stein heilig verklaard. Beatam Theresia Benedicta Cruz. In Limburg was het feest. We hebben het Edith Stein broodje, dat is deze. Die kost 3,95. We hebben ook de Edith Stein taart. Dat is deze. En die kost 22 gulden. Wat vindt u van de combinatie een Edith Stein taart? In de wetenschap dat ze vergast is in Auschwitz. Het is natuurlijk heel tegenstrijdig, want het is verschrikkelijk dat ze vergast is. Van de andere kant kun je zeggen, we gaan daar een kopje koffie bij drinken, een stukje taart en we gaan er eens over praten. We gaan het weer eens bezinnen. Ook Wim Duisenberg kwam in de hemel. Of het lang zal duren, weten we niet. Ik ben absoluut sure dat Jean-Claude Trichet will be the chairman of the bank in 4 years. It could be in 2 years time, it could be in 4 years time. En dat dat mogelijkerwijs ook bijna 8 jaar kan zijn, of 8 jaar kan zijn. Nou, veel plezier beleefden we ook aan de verkiezingen. Gaat u ook stemmen? Ik stem niet, onder geen enkele voorwaarde. Waarom niet? Ik niet, het is toch een zootje, blijf een zootje. Om kiezers te trekken, lieten de dames en heren politici zich van hun allermenselijkste kant zien. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Sommigen gingen erg ver in het zoeken naar kiezers. En vooral Jaap de Hoop Scheffer haalde alles uit de kast om de laatste resten christelijk Nederland naar zich toe te lokken. Knallen, weg met die oude ballen. Yes, man, you're invited now. Het is allemaal niet voor niks geweest. By the way, when we reach en toen kregen we Koninginnedag. Nadat naar buiten was gebracht dat vorstin en prinsen schoon genoeg hadden van al te veel kneuterigheid, moest het vandaag allemaal anders. Heel anders. Eerst was er een concert waarbij het Wilhelmus werd gespeeld. Toen was er iets leuks met kindjes. Friso moest meedoen met het toneelstukje. Hij mocht een burgemeisje zoenen. Maar het werd pas echt heel anders toen. Toen we erachter kwamen dat we er een prinsesje bij hadden. Een kersverse prinses Dai. Weliswaar nog zonder schandalen. Maar de pakjes zijn veelbelovend. De glimlach hartveroverend.
Ze valt toch goed in de familie. Nu nog iets met een eetstoornis en Nederland kan weer jaren vooruit. Ik vind dat fantastisch. Het huwelijk van Marilène van den Broek met de oudste zoon van prinses Margriet haalde hoge kijkcijfers. Een soap werd werkelijkheid. Maurits, beloof je Marilène, je vrouw, lief te hebben. Haar te eren en bij te staan en haar trouw te blijven tot de dood je scheidt. Ja, dat beloof ik. Net Reinoud Oerlemans. Ja, dat beloof ik. Net Katja Schuurman. Heel even zag het dan eruit dat het huwelijk overschaduwd zou worden door een rel. Des te opmerkelijker was het vanmiddag dat onder andere prinses Margriet en prinses Juliana gehoor gaven aan de oproep van de pastoor ter communie te gaan. Nederland reageerde op zijn smalst. Het was weer protestanten tegen de papen, net alsof het woordje oecumene nooit is uitgevonden. Het was een droomhuwelijk, met alles erop en eraan. En de droom werd nog mooier doordat zij er was. Hip hip hoera, nog een prinsesje. Heel Nederland begon nu echt te speculeren, want zoals we alle weten, als er één schaap over de dam is, dan zouden er wel eens meer kunnen volgen. Als ik zo Willem-Alexander gezicht heb gezien, uit je gezicht kun je lezen, denk ik, dat hij niet zo lang meer op alles laat wachten. Dat voel je eigenlijk al gewoon, dat hij denkt van binnenkort ben ik aan de beurt. Het droomhuwelijk van Maurits en Marilène had één nadeel. Dat andere droomhuwelijk viel qua aandacht geheel in het water. Het huwelijk van Marco Borsato heeft zijn populariteit overigens geen schade berokkend. Je kunt zijn fans nog steeds 's nachts wakker voor hem maken. Marco, belangrijker dan een nachtje slapen? Ja, veel belangrijker. Ik vind gewoon het gevoel en allemaal emoties en zo. En, ja, hij straalt gewoon echt iets uit. Hij ziet er zelf goed uit. Leuk, spontaan met nul. Gewoon gebleven. Marco is zo gewoon gebleven dat hij zelf de boodschappen doet. De grote schaduw die over dit jaar lag, was het weer. Ook op dat gebied brak Nederland vele records. Zo was het de natste juni van deze eeuw. De afgelopen nacht zijn 17 tenten weggewaaid. Veel kampeerders hebben vanmorgen alles weer ingepakt en zijn naar huis gegaan. Of naar Spanje of naar Curaçao. De goedkoopste accommodaties zijn nu allemaal volgeboekt, dus ja, dat wordt alleen maar duurder. En het is echt heel weinig vluchtplaatsen ook. Het gaat ongelooflijk snel. En niet alleen was het de natste juni, maar ook de natste juli, en de natste augustus, en de natste september, en de natste oktober. En dat kwam voor een enkeling toch nog onverwacht. Ik wist overigens niet vorige week dat het zo ontzettend zou gaan regenen. Enfin, het was een goed watersportjaar, zullen we maar zeggen. Thuisblijvers, zoals de beentjes, kwamen vanzelf bovendrijven. De koningin kon de laarzen weer aan. En de kroonprins kon eindelijk zijn passie voor watermanagement laten zien. Het water in vaste vorm is op deze tentoonstelling staat centraal. En daar wou ik het even bij laten vandaag. Dank u. Het slechte weer deed ons humeur echter niet de das om. Want al maandenlang warmden we ons aan de gedachte dat we straks wereldkampioen zouden worden. Het WK voetbal stond voor de deur. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje, op zijn daden en zijn doel. Straks als het rood-wit-blauw. Alles was picobello geregeld. Dit keer kon er geen kink in de kabel komen. Het orakel was in stelling gebracht. Er was een uiterst betrouwbare coach, een uitstekende verzorger en drie superverdetten in de hulpverlening. De kabinetsformatie werd uitgesteld. Niets stond een glorieus WK meer in de weg.
Het was alleen jammer dat de Franse organisatie er met de kaartjes vandoor was. Nederland was in paniek. Vrijdag 12 juni, een goedenavond. Dit is Netwerk met het verdriet van al die duizenden voetbalsupporters die naar hun WK-kaarten en dus ook naar hun spaarcenten kunnen fluiten. René van der Kerkhof bijvoorbeeld. De oud-international die zo'n 1700 kaarten kocht en voor veel van zijn klanten reis en hotel boekte. Het werd een chaos. Voor mezelf betekent dit... ik heb er bijna geen woorden voor. Het is gewoon, ik heb een mes in mijn rug gekregen afgelopen woensdag. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb er in principe geen woorden meer voor. Hoe dat aan. Maar het ergste kwam nog. Ik heb van de KNVB die één kaart gekregen voor mezelf. Zodat René met 15 miljoen andere Nederlanders thuis voor de buis zat. Alleen de crème de la crème zat in Frankrijk. In Nederland was het stil op straat. Heel stil. Ik wist niet van tevoren of het op dezelfde dag zou vallen, wisten we niet. Het WK voetbal begon op 10 juni en 5 weken later waren we, precies zoals we voorspeld hadden, wereldkampioen. Nou ja, moreel wereldkampioen. Holland is really a good team and they have a good attack. De goals waren in ieder geval prachtig. Van deze twee. En na het WK voetbal kregen we het WK touwtrekken. Goede tijden, slechte tijden. Frank en Ronald in de knel. Moeten zij zo vreselijk lijden? Ja, het leven is een hel. Ik wil definitief weg, ja. Meneer, u hebt met uw volle verstand getekend. En u moet niet zeuren. Ik denk dat iedereen wel eens een keer een stap wil maken. En u moet gewoon lekker bij Ajax blijven voetballen. Waarna het weer tijd werd voor serieuze zaken. Zoals de kabinetsformatie. Zoals gebruikelijk kenden de verkiezingen louter winnaars. Kok op de eerste plaats. Maar ook Rozemuller won. En Bolkestein won. En Borst won. En Jaap de Hoopscheffer won ook een beetje. Idealen, beste mensen. Idealen vervliegen niet met een verkiezingsnederlaag. Na langdurig onderhandelen kon uiteindelijk de nieuwe klassefoto genomen worden. Goedemorgen, Evelien. Goedemorgen, Bram. Hi. Leuk, hè? Ja. Ik kan het nog niet geloven, hè? Nee. Valt even in kort houden. Nou, dit ging niet slecht, nee. Heerlijk weer. Mooie auto. Dus behalve nieuwe gezichten waren er ook een paar pijnlijk lege plekken in de schoolbanken. Eén hele grote zelfs. Op onverklaarbare wijze is Erika Terpstra ons afgenomen. Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Waarom wou jij me niets meer geven? Waarom ben jij vertrokken zonder reden? Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachte. Ik mis je lippen op de mijne. Een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Jouw hand niet meer in de mijne. Een ander gapend gat werd achtergelaten door Linda Roos en Jessica.
ze kwamen er niet meer uit. We hoeven overigens niet te treuren. Op het verjaardagsfeest van de VVD zagen we hun opvolgers al. Het Nederlandse lied beleefde een topjaar. Op het Eurovisie Songfestival haalden we zowaar een vierde plaats. Na vele Engelstalige jaren is er eindelijk een doorbraak van het puur Nederlandse lied. Of het verdween, of het weer is maar niet meer terug. En dan zo die met de konden, dan kijk ik door naar Ruppel in het rond en ik kom achterna. Verder mochten we deze zomer een glaasje drinken op het heugelijke feit dat we een Mondriaan op de kop hadden getikt. Van 80 miljoen. De Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Een uniek schilderij waar geen cent te veel voor is betaald. Dat vond niet iedereen. 80 miljoen voor een doek dat niemand kent. En dat ook nog niet af is. Maar de nieuwe staatssecretaris snoerde ons mooi de mond. Oscar Wilde heeft wel eens gezegd: veel mensen weten de prijs van alles en de waarde van niets. Dag. Begin augustus werd het gezellig in Amsterdam. Het zonnetje scheen, iedereen was vrolijk, de mensen dansten weer op straat, er stond een lekker briesje. Amsterdam was weer Amsterdam zoals we het kennen, een echte vrijstad. Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, I can tell, Danny. De hoofdstad leefde in één grote roze wolk. You're still going. We are ready. I feel. You are ready. Amsterdam is ready. Voor de Gay Games 1998. De Gay Games begonnen meteen al goed. Alle kunstschaatsers werden gedisqualificeerd. Strange to see them there. Drinking from the holy. Ja, het was genieten geblazen. Dit zijn niet de Gay Games, dit zijn de Nederlandse hockeyheren die dit jaar wereldkampioen werden. De Gay Games waren zo populair, opeens wilde iedereen wel gay zijn. Het was allemaal heel ontroerend. Steeds stijlvoller wordt ook Prinsjesdag. Was het altijd al de enige dag in het jaar dat het koninkrijk zich met pracht en praal liet zien? En keken we altijd verlangend uit naar het hoofddeksel van de koningin? De laatste jaren heeft majesteit concurrentie gekregen. Prinsjesdag is een beetje het escot van Nederland aan het worden. Na zonneschijn komt echter altijd regen. En die kregen we. De relatie tussen kroonprins Willem-Alexander en Emily Bremers zou voorbij zijn. Dat meldde de Telegraaf en NRC Handelsblad. Nederland was in rouw gedompeld. Weg toekomstig koninginnetje. Weg droomhuwelijk, niks geen liefdesbaby's, kok werd erbij gehaald, vragen in de kamer, de bladermarkt stortte in
En er was er maar één die het allemaal nerig vond. En mevrouw van den Broek kreeg op de donder. Het was allemaal haar schuld. Zij had gelekt. Ondertussen heeft minister Van den Broek aan het NOS-journaal laten weten dat hij de publiciteit betreurt in deze zaak. En vooral ook het feit dat zijn vrouw wordt opgevoerd als bron. Ook de koningin betreurde de zaak zeer. Heb je net zo'n vrouwtje in je familie toegelaten, gaat ze meteen praten tegen een journalist. Nee, dat komt nooit meer goed. Maar de Emilie-klap kwam toch het hardst aan in Eindhoven. Vanmorgen om 6:30 werd ik uit mijn bed gebeld van het is gebeurd. En we zaten echt op de verloving te wachten. Had ik gisteravond al laat doorgewerkt om het hier allemaal in orde te maken. En dan krijg je in één keer te horen van het is uit. Ja, dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. Zo'n leuk stel bij elkaar, ja. Ik vraag me eigenlijk af hoe dit ook kan. Ook Duitsland was in rouw gedompeld. Na ruim 20 jaar trouwe dienst werd op imponerende wijze afscheid genomen van een van Duitslands grootste mannen, Derk. De Nederlandse televisiekijker kreeg meer klappen ervoor duren. Naast Derk moesten ze ook afscheid nemen van Viola Holt. Viola Holt niet meer. Ze heeft alle tijd voor haar hobby's. En ook Hans van der Tocht is verdwenen. Gelukkig weten zijn liefhebbers hem te vinden. De eerste klap was evenwel het einde van Van Kooten en de Bie. Na 30 jaar spraakmakende televisie gingen ze uit elkaar. Laten we hopen dat ze op een dag weer voor de deur staan. Goedemiddag, heren. Dag, mevrouw. Is uw man misschien thuis? De goede televisietijden komen nooit meer terug. Dat zagen we aan de nieuwste lichting televisiepresentatoren. Harry Mens, Emiel Ratelband en Menno Boeg kregen alle drie een eigen programma. En tevens alle drie een inval van de Fiat. Waarbij nog lang gezocht is naar Emiel Ratelband, die in de verwarring wist te ontsnappen. En toen was het weer tijd voor soap. Goede tijden, slechte tijden, Frank en Ronald in de knel. Moeten zij zo vreselijk lijden? Ja, het leven is een hel. Het is voor ons wat wij duidelijk hebben aangegeven, dat wij niet meer de intentie om ervoor aan te voelen. En dat is dus duidelijk naar voren gebracht. Dat wij, we hebben alles gegeven de laatste jaren. De accu is op en het is voor ons gewoon, wat ik zei, ik denk dat het een mooie slotzin is. Het was een mooi boek, maar het is uit. Op de beurs was het dit jaar druk, druk, druk. Iedereen was blij, 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 want er viel poen, 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 poen te verdienen. Poen, 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 poen. De een zegt geld, andere money, maar wij zeggen poen, 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 poen. Kleine beleggers werden in no time grote beleggers. Er was een run op de aandelen en er waren wat mooie aandelen. Zo kon men investeren in een golfer, in een hartstikke succesvol softwarehuis en zelfs in voetballers. Ajax maakt bekend dat zij van plan is een beursnotering aan te vragen op de AEX effectenbeurs in Amsterdam. Dus ik raak naast een vent die van 100.000 gulden aandeel heb en die vragen mij wie Babagida is. Ja, dat kan niet, die kans heb je dus. En dat hoop ik dat dat niet gebeurt natuurlijk. Er zit ook een emotionele factor in. In welke mate gaat die emotie de waarde van dat aandeel bepalen? Dat is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Jullie hebben verstand van geld, hè? Hoezo? Waarom zou ik verstand van geld hebben? Nou, jullie hebben toch al een paar keer gezegd dat spelers eigenlijk te weinig verdienen? Nee, dat heb je. Op dat soort antwoorden geef ik niet eens waar. Je zou dus slap gaan houden. Oké, okay. Dan vraag ik wat anders. Vandaag gaat Ajax. Vandaag gaat. Normaal niet, hoor. Ik had het wel normaal. Het gaat toch over de beurs vandaag? Vind je dat een normale vraag? Het gaat toch over de beurs vandaag? Ja, het gaat toch over geld vandaag? Het gaat toch over Ajax? Het gaat toch over geld? Het gaat over normale dingen. Dan ga je niet van die maf kunnen. En zo was het genieten op de beurs. Geen gezeik, iedereen rijk. Half Nederland ging caviar eten in de Jaguar naar Brasschaat.
tot de crash kwam. Dames en heren, goedenavond. Handelaren spreken van Bloody Monday, bloedige maandag. Toen de Amsterdamse beurs om 16:30 sloot, lag hij erbij als een slagveld na de strijd. Daar ging de AEX 1300, 1200, 1100, 1000. En vanochtend zakte de index zelfs even door de 900 punten grens. De winst van een heel jaar vervlogen. Grote beleggers werden in no time weer kleine beleggers. U heeft namelijk een boekje geschreven. Ja. Voor middelbare scholieren. Voor middelbare scholieren. En dat heeft een pikante titel, zegt u maar. Geld maken door beleggen peanuts. Geld maken door beleggen peanuts. Ja. Hoeveel zei u ook weer dat u verloren had? Ja, 250.000 gulden. Ja. Geen groter vermaak dan leedvermaak. Joop van den Ende haakte er meteen op in met een musical. Als ik toch eens rijk was. Dijdel-dijdel-dijdel-dijdel-dijdel-dijdel-dom. Alle dagen dijdel-dijdel-dom. Heel mijn leven goed bij kas. Een topjaar was het eveneens voor het ministerie van Justitie. Vrouw Justitia was al blind. Maar met Winnie Zorgdagen was ze dubbel gehandicapt. De oren vielen me van mijn hoofd. Het 200-jarige bestaan van Justitie werd op grootse wijze gevierd. Ze hadden er een echt feestjaar van gemaakt. 200 criminelen kregen gratie. Procureurs-generaal een gouden handdruk. Boutersen werd extra voorzichtig behandeld. En stoutrikken als de Hakkelaar en Etienne U mochten naar huis. Maar wel met een waarschuwing. Eén keer wild plassen en ze hebben 60 gulden aan hun broek. Niet alleen Justitie vierde feest. Wat 10 jaar geleden als een grap begon, is uitgegroeid tot een serieuze aangelegenheid. Zoveel mogelijk hash roken. Daar komen de bezoekers voor deze week. En hier draait het om, de Cannabis Cup. De beker voor de coffeeshop met het beste product. Een prestigieuze prijs die in het circuit groot aanzien heeft. Het is gewoon heel erg belangrijk om zo'n Cannabis Cup te winnen. Omdat je jezelf dan naar alle landen toe profileert als de... Tijd voor soap. De tijden, slechte tijden. Frank en Ronald in de knel. Moeten zij zo vreselijk lijden? Ja, het leven is een hel. Wij hebben nu heel veel zelfvertrouwen in Ajax. Dat we dan volgend jaar bij Barcelona spelen. En daarmee kunnen wij heel goed leven en zullen wij ons 300% inzetten. We moeten niet verder graven dan de kuil is. Gewoon, we gaan gewoon ontzettend ons best doen en er een mooi jaar van maken. Begin november stond er een staatsbezoek op het programma. Hoewel het bezoek van de koningin aan Rusland niet doorging, werd het staatsbezoek van de prins in Liak aan Thailand een groot succes. 10 dagen lang vierde de prins zijn 80ste verjaardag, compleet met 60 man hofhouding, militaire kapel, standaard op de auto en politieescorte, plus de koninklijke biograaf en veel hofdames, veel lakeien, paasjes en schildknapen. En elke dag verse kadetjes. De climax van dit verjaardagsfestijn was het eindfeest waarbij de prins op een hele verrassende wijze voor de dag kwam. Prins, laat u allen groeten. Landgenoten, ik kan meer dan de meeste Nederlanders Nederland waarderen, omdat ik met mijn schip rondvaar op de Middellandse Zee en in de Caribische Zee. En daar zie ik dat andere landen het niet zo goed doen als Nederland in het algemeen. En ik ben er trots op als men in het buitenland spreekt over het Nederlandse poldermodel, wat een voorbeeld is voor de economie. En ik wens u nu een heel gelukkig 1999. Natuurlijk viel er ook doden te betreuren dit jaar. Weliswaar niet in Bangkok, maar in Limburg. De zangeres zonder naam verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige. De koningin van het levenslied is ongetwijfeld op weg naar de hemel. Mag ik van u? En zo
zo was er op cultureel gebied meer aan de hand. Housemuziek bestond 10 jaar. Hoera! En verder... En verder beleefde Arnhem G. Schmid gouden tijden. Abeltje in de bioscoop, Otje op de televisie en Heerlen duurt het langst in het theater. Ik wou dat ik nog 1 keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Op cultureel gebied was het alleen jammer dat Harry Mulisch weer op het nippertje de Nobelprijs miste. En Hugo Claus ook. En Cees Notenboom ook. Maar verder was het een rijk literair jaar. Met werk van de ex van Jomanda, van Willeke Alberti. En de nieuwste uit de flipperserie van Prinses Irene. Ook voor de rest ging het goed met Nederland. De modeontwerpers streden weer om de gunst van het publiek. Maar er was er maar één die won. Volgens de Chinese astrologie was het jaar van het varken. Dat spreekt vanzelf. En dat klopt. De Tour de France duurde dit jaar extra lang. En de dames zagen er mooier uit dan ooit. De dames moeten blond zijn. Dat moet van kapper Leko van Zadelhof. Hij is de uitvinder van het Leko-vrouwtje. Een Leko-vrouwtje is blond, heeft het haar achter de oren, de zonnebril op het hoofd en de lippen opgespoten. Deze stijl is beroemd geworden door Vanessa, thans roodblond, met Caroline Tense als goede tweede. De afstand van dit tot dat is goed, daar is nog van alles mee te doen. En ik ben reuze tevreden met mijn mond, ja, goede volle lippen, vind ik wel mooi. Leko heeft van mij wel een vrouw te maken, absoluut. Ja. Qua het goede leven was het überhaupt een rijk jaar. Een beetje hoos deed caviar op de toast, want toch god, ze moesten eens denken, daar waren maar. Zo, daar kan nog één bij. Eerst een biertje. Mag jij van mijn vrouw meenemen? Mag dat wel? Laten we met hen een glaasje drinken op de Nederlandse welvaart. En mogen in kamer nog net zo betrouwbaar zijn als vroeger. En dit was het dan. We hebben dus een fantastisch jaar achter de rug. Laten we hopen dat het zo doorgaat. En mag ik u tot slot een heel gelukkig nieuwjaar toe wensen. En u weet het, het is het laatste jaar van deze eeuw. Dus laten we er een mooi jaar van maken.